Ja, dat is gewoon craziness. Mark Zuckerberg die noemt het heel mooi een belichaamd internet. We gaan niet meer naar platte pagina's, maar we gaan naar plekken toe waar we dingen kunnen doen. Ik vond het gewoon hartstikke gaaf. Ik denk ook dat we in die metaverse ook veel onafhankelijker zijn van bijvoorbeeld traditionele financiële instellingen. Maar het is een nieuwe gedaante van het internet. Ik ben hoopvol dat Facebook niet in staat is om in zijn eentje zo'n heel metaverse te bouwen. Mm. Ik zit in de oog van de orkaan. Ja. En je vraagt mij, kijk eens buiten de orkaan. Ja, wat zal er gebeuren als we gewoon met z'n allen vandaag het besluit nemen om het gewoon maar niet te doen? Mark Zuckerberg vertelde recent in een interview op The Verge dat Facebook over een aantal jaren een metaverse, of mooi Amerikaans metaverse bedrijf zal zijn. Is die metaverse waar steeds meer over te doen is nou daadwerkelijk het nieuwe internet of is het weer een speeltje van de grote techreuzen? Daarover ga ik in gesprek met de tech-expert van Nederland, Jarno Duursma. Jarno, van harte welkom. Hallo. Laten we die vraag nog even parkeren, die ik net in de intro zei. Laten we om te beginnen eens duiden wat er nou precies met die metaverse of zo, hoe noem jij het? Metaverse of metaverse? Metaverse. Oké. Okay. Ja, kijk, wat er aan de hand is als volgt. Door de coronapandemie zijn we steeds meer gewend geraakt aan sociaal overleg bijvoorbeeld, hè, via de gebruikelijke kanalen. Ja. Alles verplaatst steeds meer online. Dus we zijn punt 1 eraan gewend geraakt. We hebben dat geïntegreerd in onze dagelijks leven. Technisch gezien zijn er ook een aantal flinke verbeteringen gekomen. En daar doemt dan eens dat beeld op van wat als we deze lijn doortrekken, dan komen we met z'n allen in een driedimensionale virtuele ruimte. Wat een soort extra laag is bovenop het internet en bovenop onze eigen wereld. Waar je of met VR of augmented reality in kunt plaatsnemen en dan tussen verschillende werelden switchen en zo een driedimensionaal internet kunt creëren. Mm. Nou, dat bestaat al heel lang, het idee. Ik wou zeggen, want ik ben natuurlijk niet de allerjongste meer en nee. Dus voor jongere kijkers zullen misschien niet kennen, maar ik weet nog, het was 2003 volgens mij, Second Life. Ja, dat... Second Life. Ja, en dat was zeg maar de voorloper ervan. Dat bestaat ook nog steeds. Wat je nu bij de metaverse ziet, is dat er zijn veel van deze virtuele werelden, maar de metaverse gaat echt over het overkoepelende. Waarbij je dus gemakkelijk kunt switchen tussen deze verschillende werelden. Mm-hmm. Voor verschillende functionaliteiten, voor leuke dingen om te shoppen, om te consumeren, entertainment, om te gamen, om nou allerlei toepassingen die we nu nog niet kunnen bedenken, om die daar te gaan doen. Eigenlijk een zoals nu de browser als het ware functioneert als het middel waar langs jij langs websites struint, wordt de metaverse een methode om door werelden heen te lopen. En dus wat betekent dat dan? Schets dat eens dan. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat betekent dat je in een Mark Zuckerberg die noemt het heel mooi een belichaamd internet. Dus waarbij je een digitale identiteit hebt. En via die digitale identiteit kun je dus van allerlei dingen doen. En dat is nogmaals entertainment of e-sports of je zult ongetwijfeld iets met film of video. Je zult iets met overleg, iets met samenwerken, iets met brainstorm. Iets met reizen kan ook zo voor. Iets met reizen, overal waar je zeg maar die driedimensionale omgeving hebt. En waarbij je dus kunt switchen tussen die verschillende werelden. En je digitale identiteit, om het zo maar te zeggen, kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een avatar. He, dus zoals in Second Life heb je ook een digitale weergave van jezelf. Kun je zelf kiezen hoe die er dan bijvoorbeeld uitziet. En die avatar die heeft dan ook allerlei digitale spullen. He, dat kan digitale kleding bijvoorbeeld zijn, of waarmee je dus je uiterlijke kenmerken verstevigt bijvoorbeeld of benadrukt. Mm-hmm. Het kunnen allerlei soorten crypto tokens of crypto coins, waarmee je of spullen kunt kopen of toegang krijgt tot bepaalde diensten of VIP, zeg maar. Dus je moet het zien, het is een volgende fase van dat internet. Dus jij zei terecht, we hebben nu de browser. Dat zijn zeg maar gewoon pagina's op het internet. Ja. En dat worden straks coördinaten. He, dus we gaan niet meer naar platte pagina's, maar we gaan naar plekken toe waar we dingen kunnen doen, dingen kunnen zien, dingen kunnen beleven. We hebben zeer recent hadden we een concert van Ariana Grande in Fortnite bijvoorbeeld. He, in dat computerspel.
waarbij tieners over het algemeen samen spelen en een battle royale, dus dan strijden ze tegen elkaar. Mm. Daar kon je een concert zien van Ariana Grande. Nou, dat zie ik levendig voor mij. Ik weet niet of jij hem gezien hebt, maar ik heb hem gezien. Ik vond het gewoon hartstikke gaaf. Ja. Weet je, je kunt als avatar in dat concert participeren. Je kunt meekijken, verschillende invalshoeken. Ook portals waar je op verschillende plekken terecht kunt komen. Dus ik denk dat het aan dat entertainment vlak enorm gaat toevoegen. Mm-hmm. Ik denk ook dat we in die metaverse ook veel onafhankelijker zijn van bijvoorbeeld traditionele financiële instellingen, omdat we onze eigen economie hebben met onze eigen virtuele tokens. Misschien krijgen we wel een Ronnie Overgoor tokens waarbij jij in de metaverse toegang geeft tot een 1-op-1 sessie bijvoorbeeld. Ik verzin maar wat. En op het moment dat jouw populariteit nog verder groeit, dan wordt die token nog meer waard. Hè? En meer social tokens zou het kunnen worden. En het is goed om nog even te noemen, want jouw vraag is, kun je daar scenario's van schetsen? Dat kan ik. Maar het is zo pril dat we eigenlijk nog maar meer, we hebben meer vragen dan dat er antwoorden zijn. Mm-hmm. Hè, het is een concept. Het bestaat ook nog niet. Hè? Dus je hebt heel veel verschillende virtuele werelden. En er komt, zoals het nu lijkt, op een bepaald moment een dat die werelden zich met elkaar kunnen verbinden. Betekent dat dan, sorry dat ik je onderbreek hoor, maar betekent dat dan ook een kwestie van standaarden met elkaar afspreken? Hè? Zodat we, zoals we ooit een HTML-standaard hebben afgesproken voor de browser. Ja. Is dat wat een metaverse dan een metaverse maakt? Dat je zeg maar van de ene wereld naar de andere wereld kan stappen met alles erop en eraan? Ja, dus wat maakt een metaverse? Dus dat is een virtuele ruimte met een digitale identiteit. Hè, waar je dus die coördinaten hebt met over het algemeen waarde van cryptovaluta, crypto tokens. Waarbij die tokens ook meegenomen kunnen worden naar andere werelden. Mm-hmm. Dat is een kenmerk. Ik zou willen dat dat metaverse in de toekomst, en ik denk ook dat dat gaat gebeuren, open source technology, open infrastructuur, open protocollen. Hè, zodat we daar met z'n allen op kunnen bouwen. Dat zou geen eigenaar heeft. Precies. Ja. Maar wat zie je natuurlijk? Een metaverse is wat vaker gebeurt in technologie. Ook de grote technologiebedrijven, je noemde zojuist al Mark Zuckerberg, die duikt daar met hele diepe zakken, met veel deskundigheid, duiken ze daarop. Ja. En gaan ze natuurlijk hun versie van de metaverse bouwen. Hè, dus iedereen begint daar zijn eigen standaard. Roblox is een voorbeeld. Maar zo zijn onwijs veel partijen, die zijn nu nog bezig met hun eigen standaard. Terwijl je natuurlijk, wat jij zegt, zou willen dat iedereen eens even zegt van, laten ze op de rem trappen. Mm-hmm. En kijken hoe we hier open protocollen, open infrastructuur bij kunnen bouwen. Zodat iedereen, hè, dat noemen ze het Web3-principe. Zodat iedereen hier op kan bouwen. Dat je dus niet vastzit aan een aanbieder. Hey, en mijn openingsvraag, is het nou een speeltje van de techreuzen? Of is het daadwerkelijk, een nieuw gedaante van het internet? Jij als expert, hoe zie jij dat? En in welke timeframe? Nou, het is een nieuwe gedaante van het internet. Dat is wel helder, zeg maar. Dus als je de lijst legt van bedrijven die hiermee bezig zijn, die lijst is best lang, met best veel deskundigheid, met best diepe zakken. Ook een Microsoft bijvoorbeeld, die daar serieus naar aan het kijken is. Ja, Microsoft Mesh bijvoorbeeld, die daar ook integratie van virtueel en de fysieke wereld. Dus er gaat iets gebeuren wat hierop lijkt. Mm-hmm. Dus het is geen opvlieger waar we nooit meer iets van horen. Mm-hmm. Alleen je zult zien dat het in golven gaat. Hè, we hadden natuurlijk Second Life, dat is ook een tijd super populair geweest, minder populair omdat we erachter kwamen, heel veel dingen werken nog niet. Mm-hmm. Nou, we zijn weer zoveel jaar verder, een aantal dingen werken al wel. Mm-hmm. We zijn er nog niet. Hè? Dus even over die timeframe, dat ideale metaverse waarin je als avatar tussen verschillende werelden, waar je met een mooi begrip zelf soevereine identiteit, dus waarbij je de data van jezelf is, waarbij je je digitale assets van jezelf zijn, de spulletjes die je koopt in games van jezelf zijn, en waarmee je dus in verschillende werelden kunt participeren, zonder enige vertraging, met goede afspraken over intellectual property. Kijk, dat ligt nog een hoofdstuk verder. Ja. He, dan gaan mensen in die tijd gaan naar deze video kijken, zeggen, oh ja, weet je, toen waren een aantal dingen absoluut niet af. Ja. Maar dat het er komt, dat is zeker, maar we moeten afwachten in welke vorm. Wie wordt de eigenaar? En al die vragen waar we het zojuist over hadden. Ja, want je ziet natuurlijk wel, hè, dat mensen zeggen dan vaak, ja, het is belangrijk dat de gebruiker en de creators, hè, dat die centraal staan. Kijken we naar de realiteit, dan is
Ik bedoel, kijk naar vandaag de dag. Dan is het toch de macht van de techreuzen wordt alleen maar groter. De macht van de adverteerders. Ja, de adverteerders zijn niet van je af te slaan. Hè. Ik bedoel, maakt niet uit wat er populair wordt. Maar als er iets populair wordt, dan drammen die adverteerders weer om je heen als zoemende bijtjes. Ben ik dan te sceptisch? Of komt er ooit een wereld aan, een digitale wereld, waar de gebruiker en de creators wel degelijk, zeg maar, soeverein en autonoom en de macht hebben? Nou, zeg maar, als je de principes van Web 3 pakt, dan is dat het scenario waarin de creators dus beloond worden voor wat ze doen. Dat ze zelf eigenaar blijven van hun spullen of onder gunstige voorwaarden kunnen verkopen, waarbij je privacy gewaarborgd is, waarbij je data van jezelf. Dus er is wel degelijk, en dat, daar ben ik ook enthousiast over. Mm-hmm. Er is wel degelijk een club die ook zich luid manifesteert en die dus zegt, we moeten zorgen dat die volgende fase van het internet, punt 1, dat we niet de fouten maken die we gemaakt hebben bij het gewone internet. Mm-hmm. En punt 2, dat het open blijft, zodat we juist die grote techbedrijven kunnen beconcurreren. Dus dat is mijn wens. Ik maak me daar ook, maar ik zie ook wel met hoe ontzettend veel geld Facebook en consorten natuurlijk kunnen smijten. Heel machtig, ja. Juist. Ja. Moeten ze dat geld niet stoppen in de wereld redden? Ja, ook dat is een goede vraag. Ook dat is een goede vraag. Hey, ik zat in de auto onderweg hier naartoe en toen dacht ik, ja, wat zal er gebeuren als we gewoon met z'n allen vandaag het besluit nemen om het gewoon maar niet te doen? Snap je? Laten we gewoon stoppen met metaverse en dan kijken hoe we armoede de wereld uit kunnen helpen of het klimaat kunnen redden. En dan red ik me wel met een browser en een website. Ik ook. Eh? Ik zal me uiteindelijk ook wel redden. Maar net zoals natuurlijk dat gaat met de opkomst van het internet en alle grote technologieën, het gaat natuurlijk uiteindelijk gebeuren. En dan krijg je prachtig die spagaat tussen technologie enthousiasme. He, waar ik ook, daar hoor ik ook bij. Ik ben ook enthousiast over nieuwe technologie. Mm-hmm. Je ziet bedrijven die nieuwe verdienmodellen zien. Want bijvoorbeeld heel simpel, metaverse zal in het begin zeker veel entertainment zijn. Nou, mensen zijn bereid om grof geld te betalen voor entertainment, voor fandom. He, je ziet dat ook met de opkomst van die NFT's, he, die digitale kunst die je dan online kunt kopen in allerlei variaties. Mensen zijn bereid om grof geld te betalen. Ja, weet je, dus dat gebeurt ook. Ik ben hoopvol dat punt 1, Facebook niet in staat is om in zijn eentje zo'n heel metaverse te bouwen. Mm-hmm. Dus dat je uiteindelijk wel samen moet werken. En ik heb vertrouwen in dat het collectief van mensen die daarin, zeg maar, een nieuwe virtuele wereld willen creëren, dat collectief met open source technology, open infrastructuur, open protocollen, dat je nooit sterker kunt worden dan dat collectief. Nee. Maar het is wel een spannende strijd. Ja, je noemde net snel even NFT, voor de mensen die er wat minder van af weten en in het verlengde daarvan misschien blockchain. Maar laten we eens met NFT beginnen. Wat is het belang daarvan? Het staat voor non-fungible token of zoiets dergelijks. Ja, NFT is een non-fungible token. En jouw eerste vraag was iets in de trant. Waarom ontstaat dit metaverse nu? Ja. En dat is ook omdat die wereld van crypto is voor veel mensen iets bekender. En nu ook steeds meer de wereld van NFT's. En eigenlijk is NFT-technologie zorgt ervoor dat alles wat op het internet staat, je daar als eigenaar een stukje code aan kunt plakken. Laat ik het zomaar simpel zeggen. Ja. Waardoor dat jouw eigendom wordt. Dus ik maak iets. Niet overdraagbaar. Het is niet overdraagbaar. Het is non-fungible. Dus niet inwisselbaar. Ja. Een bitcoin is inwisselbaar. Of je nou bitcoin 1100 of bitcoin 2200. Je kunt ze allebei blijven evenveel waard. Ja. Met zo'n stukje kunst, of wat nu heel vaak gebeurt, de collectibles, verzamelobjecten, afbeeldingen. Mensen maken dat. Dan krijg je een stukje unieke code. En je koopt dus die unieke code. En dat is gewoon craziness. Dat is ik vind dat een bizar fenomeen. Ja, ik snap dat het ontstaat, hoor. Want ik heb natuurlijk al jaren met mensen ook discussie van, in de oude wereld heb je een foto en die krijg jij dan. Maar als ik de foto digitaal krijg en ik kras er in Photoshop iets overheen en ik bewaar hem weer, dan is het al een andere foto. En wiens eigendom is dat dan? Een rechte kwestie is. Dus ik snap die ontwikkeling van NFT wel. Maar is dat al een grote beweging? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Dat vraag je aan iemand die daar middenin zit. Ik zit in de oog van de orkaan. Ja. En je vraagt mij, kijk eens buiten de orkaan. Als ik mijn Twitter timeline nu. Ik kijk mijn Twitter, het is alleen maar NFT, NFT, NFT. Dus dat waarom is dat zo hot dan? Nou, punt 1, omdat op dit moment wordt daar enorm veel geld in verdiend. Het is vergelijkbaar met de ICO's, de initial coin offerings uit 2017 in de cryptowereld. Ja. Dus er is enorm veel speculatie. Er is enorm veel enthousiasme over het feit dat je
alles op het internet uniek kunt maken met een stukje code. Dus je kunt ineens schaarste creëren in een wereld waar nooit schaars is geweest. Ja, met behulp van blockchain technologie. Ja. Dus alles op het internet kun je een digitaal kunstwerk van maken. Dan krijg je interessante vragen. Wat is kunst? Wat is eigendom? Ja. Wie bepaalt dat? Ja. Wat is fandom? Wat is geld? Wat is geld? Ja. Precies. Dus het is een enorme prikkelende wereld. Voor de mensen die het interessant vinden. Ik heb hier een heel lang artikel over geschreven. Wat is NFT? Die ook heel erg, in dat artikel ga ik heel erg naar deze vraag op zoek. Mm. Wat is geld? Mm. Wat is dan authenticiteit? Wie bepaalt nou eigendom? Want als je een NFT koopt, even een klein beetje technisch, dan koop je bijvoorbeeld vaak niet de intellectual property. Maar dan koop je echt de NFT. Wat heb je dan? Ja. Heb je dan iets of heb je dan niks? Ja. Snap je? Hey, en de blockchain ligt daaronder. Hè? Juist. Want ik merk nog steeds wel in mijn omgeving dat blockchain eigenlijk de ondertoon voert. Het gaat vooral om de muntjes. En dat is een soort, we hadden ooit verzamelkaartjes en nu hebben we bitcoins of zo, weet je wel. Mm-hmm. Een soort gokmarkt. Mm-hmm. Ik denk dat blockchain een stuk interessanter is. Alleen er gebeurt te weinig, vind ik. Jij zit in het oog van de storm, zeg maar. Hoe is het met blockchain technology? Wat gebeurt er allemaal op dit moment? Als je de kapstok maakt naar NFT-technologie, dan die registratie van die NFT's gebeurt dus op blockchain, veelal Ethereum als blockchain. Mm-hmm. Dus daar vindt die registratie van dat eigendom plaats. Dat betekent dat iedereen kan zien dat die overdracht heeft plaatsgevonden. Je kunt dat niet wijzigen, zeg maar. Dus een openbare database. Dus al die kenmerken die we zien bij blockchain technologie, die zijn ook bij NFT. NFT bestaat al veel langer, maar is nu heel populair geworden. Als je kijkt naar, ik heb in 2015 heb ik het eerste Nederlandstalige boek over blockchain geschreven. Op het moment dat ik toen al dacht dat het een hype was. Daarvoor ben je ook wat je bent, hè? Ja, precies. Ja. En toen zag ik ook allerlei toepassingen. Oh, dit hier is het goed voor, daar is het goed voor. Wat ik nu zie is dat blockchain volwassen wordt. Wat ik ook zie is dat het veel meer dan dat ik dacht wordt gebruikt voor speculatie. Waar ik wat op terug ben gekomen is dat ik de overtuiging dat bitcoin de traditionele valuta zoals euro en dollar zou kunnen vervangen. Mm. Dus mijn enthousiasme in vergelijking met het begin is minder geworden. Ik vind het wel fantastisch dat er een systeem is waarin mensen gewoon financiële transacties kunnen doen zonder dat iemand daar regie over heeft. Ja. Als we alleen al kijken naar vorige week, toen waren er meerdere van dit soort gevallen. Bijvoorbeeld bij OnlyFans. OnlyFans is zo'n app waarin influencers, met name in de pornografische industrie, content delen. Ja. Nou, die partij werd geblokkeerd door hun financiële aanbieder. Zij, wij vinden deze content niet gepast, dus wij blokkeren jullie. De week daarvoor was bijvoorbeeld van antivaccinatie viruswaarheid, die waren ook geblokkeerd. En zo zijn het afgelopen half jaar best vaak dat op mijn netvlies is gekomen dat banken opereren als het soort morele kompas wie wel of niet een bankrekening mag. Betaalde voetbalorganisaties die geen bankrekening, sommige autoverkopers die te weinig omzet hebben, mogen ook geen bankrekening in Nederland. Dus ik vind het wel goed dat er een systeem is dat ervoor zorgt dat je autonoom gewoon aan mensen, even los hoe volatiel zo'n munt is, maar dat je wel je eigen systeem op kan stellen. Daar ben ik heel enthousiast over. Hoe schimmig de business ook is waar je in zit? Ja, wat is schimmig, hè? Wie bepaalt? In cash gaan ook ontzettend grote bedragen schimmigheid in om. Ja. Ik geloof dat de grootste fraude, die vindt gewoon plaats met wit geld en niet met zwart. Ja. Ik vind dat maar daar heb je natuurlijk allerlei mechanismen om dat te detecteren. Ja. Maar ik vind namelijk ook dat cash echt moet blijven. Dat je een systeem moet hebben waar je dat autonoom kunt doen. Snap je? Zonder dat iemand meekijkt. Daar ben ik een pleitbezorger voor. Mm. Echte privacy. Snap je wat ik bedoel? Ja. Jouw vraag was, wat zien we van blockchain technologie? Bij NFT dus heel veel. In het bedrijfsleven mondjesmaat. Mm. En de bitcoin, die doet wat die doet. Mensen verwachten daar heel veel van. Ik ben iets rustiger geworden. Ik denk dat het een spoor blijft waar mensen altijd geld uitwisselen middels bitcoin. Maar ik zie nog niet zo snel gebeuren dat het een soort vervanger wordt van de daadwerkelijke vaststaande markt van bestaande valuta. Valuta, ik heb nog niet zo gezien. Nee, het blijft nog een exoot een beetje.
voor dit moment. Ja. Hey, richting het einde van dit gesprek. Wat doe jij eigenlijk allemaal zo door de weken heen? Zeg maar? Want jij, als ik op je website kom, staat er trendwatcher. Nou, dat is ook maar een term. Ik noem jou tech-expert. Je bent een druk baasje. Schets eens een week. Gemiddelde week. Nou, wat ik veel doe, is lezen. Dus ik lees veel artikelen over technologie. Ik kijk veel YouTube-filmpjes van congressen. Ik luister veel podcasts. Dus de meeste doe ik informatie absorberen. Ja. Concreet voorbeeld. Ik zat in de auto hier naartoe. Dan heb ik een lijst met tech-podcasts. Die luister ik dan. Ik luister meestal rondom onderwerp. Dus dan zoek ik rondom onderwerp wat ik op dat moment interessant vind. En die zet ik dan in mijn playlist. Dus dat doe ik heel veel. Informatie absorberen. En dat zet ik dan weg bijvoorbeeld in verschillende documenten. Of ik verwerk het gelijk in een presentatie. Mm-hmm. Nou, wat doe ik in de week? Ik was vanmorgen bij BNR, Big Five. Ik geef morgen een lezing voor een grote onderwijsinstelling in Amsterdam. Dus wat ik doe... Lezingen doe je op jaarbasis? Is dat echt core business? Ja, maar ik doe niet alles. Nee, dus ik krijg ook wel aanvragen die vind ik of niet interessant of die daar word ik niet zo enthousiast van. Mm-hmm. Dus ik heb gewoon, ik denk dat ik 70 of zo doe, ja. 75, ja. Zoiets. Ja. Ik wil mijn week ook niet te vol hebben. Nee. Kijk, voor mij is het allerbelangrijkste is lifestyle. Dus hoe wil ik ongeveer leven? Nou, voor mij is super belangrijk heel veel vrijheid. Ja. Zeg maar. En ook niet, ik zou er prima nog meer lezingen kunnen doen, maar dan zit ik alleen maar on the road. En dan, ik heb dat een tijdje gehad in 2017, na het uitkomst van mijn boek over kunstmatige intelligentie, vertel je ook steeds hetzelfde verhaal. Ja. En dat wil ik gewoon niet gelukkig van. Nee, dan wordt bijna werk. Jij zegt het gekscheren, maar het is absoluut waar. Dan wordt het gewoon werk en dat wil ik gewoon niet. Nee. Ik maak mijn eigen podcast, dus daar ben ik ook actief mee om dat zelf te doen. Dus dat is een beetje, dat zijn de hoofdactiviteiten. Leuk. Ja. Tot slot, we hebben de metaverse behandeld. We hebben daar onderliggend een stukje technologie in de zin van blockchain, de NFT's behandeld. Is er nog iets tot slot wat op de timeline staat voor de komende paar jaar en ondernemers zitten te kijken op het gebied van tech of van je zegt, hey, dat moet je even goed in de gaten houden? Nou, wat je sowieso in de gaten moet houden, is het domein, maar dat is meer voor de ondernemers, natuurlijk van cybercrime. Mm. Snap je? Daar ben ik geen hardcore deskundige in. Nee. Maar als je met mensen spreekt over hacking of ransomware, malware, dan kijken ze heel diep in je ogen, alsof er een soort kosmos achter mij zich bevindt. Terwijl dat vind ik absolute dreiging. Ja. Vraag je mij concreet, hey Jarno, over welke technologie ben jij enthousiast en die veel mogelijkheden? Hè, dan heb je het over synthetische media. Mensen zien het vaak als deepfakes, hè, van gezichten of van stemmen. Ik heb mijn stem laten klonen. Hè. Ik heb een voice clone van mezelf. Ik heb een avatar van mezelf laten maken. En dat is geen cartoon avatar, hè? Nee, dat is gewoon realistisch. Ja. Ik zie zo voor me dat jij jouw stem over een paar jaar kunt klonen. En als mensen zeggen, hey, we hebben een event en we zoeken even iemand die daar iets leuks inspreekt. Dat je zegt, oké, via deze database kun je mijn stem ze stoppen gebruiken. Ze stoppen de tekst in en ze krijgen er iets uit. Ja. Nou, daar ben ik zelf heel enthousiast over, omdat ik geloof dat kunstmatig intelligente software echt creatief kan zijn. Echt de machines met verbeeldingskracht kunnen zijn. En daarbij ons op nieuwe ideeën kunnen brengen. Mm-hmm. Nou, daar ben ik zelf heel enthousiast over. Mm-hmm. Als je me zegt, is dat nou iets, als je dan moet kiezen tussen cybercrime of synthetische media, zou ik eerst kijken, want mensen hebben helemaal niet door hoe geavanceerd dat al plaatsvindt. Ja. En het allerlaatste wat je wil, is dat op een bepaald moment letterlijk je beeldschermen op zwart komen. Ik zou nog 6 afleveringen met je kunnen maken. Ja, nou misschien iets voor de toekomst. Mag ik je danken voor dit gesprek? Ja, was leuk. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een video op CVD-TV. Heb je nou zitten luisteren naar de podcast? Ook dankjewel voor het luisteren. Abonneer je vooral op de podcast of op ons YouTube-kanaal. En heel graag tot een volgende keer. Hoi!